hele slechte auditie gedaan, dat je denkt. Hele slechte auditie. Ik was niet geconcentreerd, we waren op tournee met Petticoat. Ik moest 's nachts vanuit Groningen naar Amsterdam. Ik had mijn tekst voorbereid, ik raakte alles kwijt. Ik was helemaal niet gefocust, ik was helemaal de weg kwijt. Ik heb helemaal niet kunnen laten zien wat ik kan. En toen heeft de regisseur, Glenn Cassell, heeft zich hard gemaakt voor mij. Want die had al met mij gewerkt in The Wiz. En die zei, zij kan dit spelen, dat weet ik zeker. Dus kreeg ik een tweede kans. En daar ben ik heel dankbaar voor geweest. Want die rol is zo leuk geweest om te spelen. Er is een heel mooi theater in Essen van Joop. En dat stond leeg, dus... Ja, daar konden we in alle rust de tech doen, want het was vrij ingewikkeld, kan ik je zeggen. De hele technische opstart van deze voorstelling. Met dingen die overvliegende mensen, en niet één, maar op een gegeven moment vliegen er wel drie mensen. Dus het moet allemaal gecoördineerd worden. En een boot die opkwam en weer afging. En het was vrij complex. En daar hadden we alle rust en tijd om te repeteren. Dus ineens gingen we met z'n allen naar Essen, dat zaten we in Duitsland. En we zaten in hotels en we hebben daar geloof ik een maand bijna gezeten, week of drie. En het had iets heel grappigs, omdat je toch voelt dat je in het buitenland aan het werk bent. Dus nou, oh leuk, ik werk in het buitenland. Het was ook levende hel in dat karretje, met dat sukken bovenbenen, want ik stond niet helemaal rechts. En die tentakels, we hebben uren gerepeteerd met die tentakels om het allemaal eenvormig te krijgen. Het kost zo weinig. Ook dat kinderen mij echt helemaal niet leuk vonden. Dat is echt zo geestig. Heel kinderachtig was Ursula eigenlijk. Die wilde heel hebberig. En dat vond ik weer een hele leuke andere boze kant. Dus zij was alleen maar, ze was niet boos omdat boos. Ze was boos omdat ze hebberig was en ze wilde die stem. En, ja, en ook weer qua kostuums. Ook weer dat je denkt, oh leuk, we gaan het zo doen. Toen kreeg ik het kostuum aan, weer in een korset. Weer helemaal ingebouwd met allemaal tentakels en... Oh, het is wel een straf soms, zeg, met die kostuum zo werken. En pruiken, die kon niet eens de deur door, zo hoog was die. En paarse make-up, ik moest helemaal paars geschminkt. Dus ik zat echt, was een half uur langer bezig dan de rest met zo'n kwast om het te schminken. Maar wat een leuke rol om te spelen. En ik moest vliegen. Oeh, dat vond ik echt wel een dingetje. We kregen vlieginstructies van Paul Rubin, dat is de vliegspecialist uit Amerika. Die ook met Peter Pan, al die mensen, heeft gewerkt. Ja, we kregen les in Utrecht in een hele koude Holiday on Ice hal. En dan werden we gewoon in. En eerst zo'n stukje van de grond en steeds wat verder. Nou, ik vond het echt heel eng in eerste instantie. Ik dacht, hoe kan ik hier ooit aan wennen als ik het elke avond moet doen? En toen zei Paul, die zei, het went. Vertrouw me, het went echt. En het is echt gewend. Ik vond het leuk op een gegeven moment. Oh, mag ik weer? Joe, daar ging ik weer. Ja, ik vond het wel heel... spectaculair om mee te maken. En dat ik het durfde. Stoer. Ja.